Zomaar een agrarisch bedrijf in de Albasser Waard. Naast de veel voorkomende werkzaamheden gaat het hier toch hoofdzakelijk om de veehouderij. In de kraamafdeling worden de kalveren geboren en grootgebracht. Ja, we zijn erg nieuwsgierig. De zogenaamde Belgische witblauw wordt gehouden voor de vleesconsumptie. Wat is de gedrevenheid om boer te zijn? Ja, met de beesten bezig zijn, in de natuur, vrij man zijn. Tenminste tussen haakjes. Want zo vrij als dat het te was is het ook al niet meer natuurlijk. Met alle regeltjes die je gekregen hebt. Nou ja, ik begin 's ochtends om 5 uur. En 's avonds om 6:30 dan gaan we eten. En als het regent doe ik niks meer. En anders dan ga ik 's avonds als gewoon licht is, ga ik dan tot 9 uur door. Maar ja, dan staat heel de dag niet zo goed spannen hoor. De meeste tijd wordt besteed aan de ongeveer 70 koeien. Als eerste worden de koeien die op stal staan voorzien van het nodige eten. Een pink, de koe die nog niet heeft gekalfd, krijgen een mengsel van gras en mais. Daarna krijgen ze nog een maaltijd hooi. Overdag staan de koeien in de wei. Eind van de middag worden ze naar binnen gehaald. Het is dan melktijd. De dames hebben alle tijd. Koeien worden 2 maal per dag gemolken, 's ochtends om 6:30 en 's middags om 4:30. Als we allemaal binnen zijn, kan het melken beginnen.
vetteer geeft een koe ongeveer 10 liter melk. Dat komt per jaar neer op zo'n kleine 8000 liter. De melk wordt bewaard in een gekoelde tank. 2 tot 3 keer per week wordt de verzamelde melk door een melktankauto opgehaald. In de melkfabriek worden er dan verschillende melkproducten van gemaakt. Waaraan herkent een boer zijn eigen koeien? Gewoon aan de uier, aftekeningen, ja, waaraan, maar in deze zijn minst herkend. Na het melken wachten de koeien op een lekker hapje hooi. En zo gaat het hier dag in, dag uit, jaar in, jaar uit.